Kun je een eitje maken voor de boys? Deze is echt lekker, trouwens. Eerste keer dat ik deze probeer. I'll see you tonight. Later heb ik nog een keer mijn haar geverfd. Volgens mij is het nu echt wel assiger dan eerst. Ja, sowieso op de foto zag ik het al. Heb ik mezelf helemaal opgemaakt. Ik moet natuurlijk, ik ga nu eerst heel snel tanken, want mijn tank is leeg. En daarna door naar Classy Missy. En dan is het tijd om foto's te maken. Finally. Het is echt lang geleden. Het is gewoon een maand geleden dat ik wat gepost heb voor Classy Missy. Ik was natuurlijk op vakantie, daarna corona. Dus ja, we zien in. I made it. Links, kijk dan, hij is echt helemaal leeg. Thuis, ik heb een hele zak met kleding weer. 1 uur. En I'm hungry. Dus even wat in elkaar planzen. Dit is outfitje 1. Trouwens, even mijn haar een beetje gekruld. Ik heb geen idee hoe lang dit erin blijft zitten. En trouwens, ik vind nu wel weer dat de bovenkant misschien weer te assig is voor de weef zelf. Maar ik heb zoiets van, ik heb altijd liever de onderkant ietsje lichter. Kijk, volgens mij zie je het zo heel goed. En de bovenkant iets donkerder. En mijn eigen haarkleur zal toch echt nog wel veranderen. In ieder geval, ik ga even snel foto's maken. Ik vind hem eigenlijk heel erg schattig. Soms heb ik echt dat ik dan dingen meekrijg dat ik denk van, ja. Oké, moet maar voor de foto. Oh, die spiegel. Dit is dus altijd de struggle met die wind hier. Dus als er even geen wind is, laat ik hem los en dan maak ik meteen 10 foto's. En dan zit er altijd wel eentje bij dat ik denk van, ja, dikke prima. De achterkant is ook wel mooi lang. Er zit nog een onderjurkje onder. Dit is outfit nummer 3. Ook wel heel schattig. Je kan hem dicht doen of open. Vind ik ook wel leuk. Lief kleurtje. Maar hij zit wel heel lekker. Echt een lekker zacht stofje. Echt heel cute. Misschien hou ik die wel. Ik vind het ook echt een lief kleurtje. Deze hakjes een keer. Hop. Deze erbij gedaan. Er zit ook weer een onderjurkje onder. Het is een maat M, maar hij had voor mij hier wel iets strakker gemogen. Hij is elastisch. Hij is ook wel goed lang. Dan vind ik dit niet echt heel... Ja, is niet echt mijn ding. Maar ook die moet ik aan. Het is nu 5:05. Ik ben net klaar. Nu ben ik even aan het koken. Snel. Want om 6:00 moet ik weer op werk zijn. Die neem ik weer mee. Ik maak 10 minuten rijden. Lekker weertje. Dit is helemaal weg. Dit is alweer helemaal netjes. Hij gaat vandaag weer verder met deze chaos nog. Vincent is lekker om bijtje aan het maken voor ons. Nu snel naar werk. Dus Vincent nog even gedag zeggen natuurlijk, want die gaat vandaag weer naar huis. Even eten meegenomen. Want ik werk tot 6 natuurlijk. Dit was een hele lange dag.
Het was namelijk freaking rustig. Die is weer aan het leeglopen, want Kili gaat naar this room. Kambedje verplaatst. Dus dan heeft hij gewoon weer een grotere kamer en dan kan ik me gewoon weer lekker opmaken. In mijn make-up kamertje. Ik vind het bed wel echt fucking chill. Hij blaast zichzelf op en ook alle lucht er weer uit. Dus dan wordt hij gewoon weer helemaal plat. Zo. Huisje ook weer helemaal netjes. Nou, nu kan ik pas chillen. Deze kamer helemaal netjes. Nou, we zijn er weer klaar voor. Alles staat klaar. Oh, de muziek is alleen een beetje hard. Nu dit naar boven brengen. Nog helemaal niet de tuin laten zien. Kijk hoe fleeky. Oeh, batterij is bijna leeg. Deze wilde ik gewoon dat die bleef. Ik vind het juist wel leuk, anders hebben we helemaal geen groen in onze tuin. Goedemorgen. Goedemorgen. Ze hebben even een aanval hoor, die diertjes. Ah, oh, zo lief, met de tweetjes. Ik ga eens even dit opruimen, alle schone was. En ik had beloofd om meneer's kast even op te ruimen. Taakjes, taakjes. Dus dat ga ik even doen. Het tuintje is bijna af. Ik ga nu naar de gym. En daarna wil ik even met Jakey gaan wandelen. Maar eerst gaan we even sporten, want ik heb eindelijk weer energie terug. Buikpijn is weg, of tenminste weg. Minder. Net wat lovely. Ik ga nu even naar de Linnensons. Even mijn zakje halen. Oh, het ging echt lekker man vandaag. Super. Een real quick lunchie. Are we going to the beach with each other? Dan moet jij wel je bandje om. Anders raak ik jou kwijt, hè vriend. Gaan we weer even naar het strandje met z'n tweetjes? Hoe doen wij dat? Altijd hierheen. Ik vind het zo'n chill plekje. Kom je hier uit? En hier zit vrijwel bijna nooit iemand. Dan kan Jakey even lekker lopen. Even zo aangetrokken. Heel groot t-shirt. Gewoon zo'n sporthemdje en een hoogbroekje. Sneakertjes. Lekker makkelijk. En ik ga nu even een klusje missen.
is weer tijd voor Love Island. Hoe zet je geluidje uit dan? Ja? Actione. Zijn we hier wel? Kijk hoe mooi. Ik ben er zo blij mee. Ik vind deze kleur ook echt heel mooi. En de vorm ook zo netjes. Nu zit ik voor mijn voetjes. Kijk eens wat er naast mijn auto ligt. Fucking snake. Later. Ja, 3:10 alweer. Man. Heb ik even mijn hele flower wel weggehaald. Want die kat van mij die heeft hem echt aardig toegetakeld, de onderkant. Dus dat ga ik sowieso even helemaal opnieuw doen. Maar ja, dat zit er voorlopig toch nog niet in. Want alles is dicht in Nederland. Dus ik heb zoiets van, ik kan hem beter maar even opbergen. Maar dit is nu weer zo kaal. En we hebben ook ben net terug van de hondjes. Het is alweer, ik was er 7:00 volgens mij. Ik heb even gedoucht. Even eten opgewarmd. En dan gaan we zo gezellig mokromakje kijken. Het is net de afhaal Chinees hier. Thomas. Zo ruikt het echt. Maar, wow, die hele bakjes zijn... Wow. Die bakjes zijn niet zo goed. Wat zeg jij ervan? Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Het is pas 7:15. Verder vandaag weet ik eigenlijk niet wat we gaan doen. Sowieso moet ik nog editen. En vanavond wilden we naar Zeerovers en daarna naar Bochincha een drankje doen. Daar ben ik ook nog niet geweest. Schijnt heel leuk te zijn. Dus, zometeen een soortje pepper. Daar zijn alle vrijwilligers. Of tenminste, er zijn vandaag heel veel andere vrijwilligers ook. Omdat ze dan vandaag ook de hokken gaan maken. Bijvoorbeeld onkruid weghalen bij het pand. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ik ga nu even snel eten, editen en dan richting daar. Kleine update van wat er allemaal gaande is today. Zelfs de kleintjes helpen mee. Zo leuk, zo schattig. Iedereen helpt mee. We zijn echt wel met veel mensen eigenlijk. Eerst hebben we met z'n allen poep lopen opruimen. Nu heb ik dit hokje net schoongemaakt. Alles even gecleaned. En speeltjes allemaal in bleek met water. Alle, hoe noem je die dingen eigenlijk? Kijk, deze hebben ze ook al gesponsord gekregen. Dus die gaan ze allemaal ophangen. Hi liefies! Zo leuk om te zien, want dit is mijn eerste keer dat ik hier mee kan lopen op zaterdag. Maar hoeveel mensen er eigenlijk komen helpen. Kijk eens even. Iedereen is lekker bezig. Hier wordt een dakje vervangen door houtplaten. Maar mijn mama wordt helemaal gek van al het geluid. Dan wordt dit hele tuin kijk joh. Hoe goed. Ik ben hier ook geweest met de dag. Ja. Verder nog iets. Ik ga even kijken wat ik nu nog kan doen. Deze die is nog steeds, waar is hij? Hij ligt heerlijk te slapen, maar hier zo zie je nog steeds helemaal dat het opgezwollen is van de
Die was onder de auto terechtgekomen. Maar gaat goed, gaat beter. Dan hebben we Waltertje. Hoi! Daar ga ik zo voor mee knuffelen. Als alles een beetje gedaan is, gaan we nog even lekker knuffelen. Nou, dat was hem eigenlijk. En weer drie nieuwe binnen. Tiffie! Ik ben weer thuis. Het is inmiddels 2 uur. Ik was 1:30 thuis volgens mij. Sorry. Nou, na heel wat struggelen met mijn haar ben ik toch voor kort haar gegaan. Ik had mijn oude extensions geverfd. Ik denk leuk, nog meer verlenging. Maar nee, niks zit. Dus ik heb deze lange bruine jurk aan. Die is eigenlijk pas volgende week in de winkel. Dus als jullie deze kijken, is hij maandag volgens mij in de winkel. Hij zit heerlijk. En ik dacht eerst, ik wist mijn god niet wat ik aan moest doen. Ik ga vanavond niet voor hakjes, gewoon mijn slippertje. Jor en Kilian zijn nu onderweg. Daarna gaan we met z'n allen naar Bojinja. Dat is wel heel gezellig. Ik ben er nog geen 1 keer geweest hier. En ik hoor echt iedereen erover. Dus ik ben wel benieuwd daarnaar. Het is een soort van... trouwens, ik laat het straks wel zien. Maar even serieus, hoe kom ik aan zo'n vlek op mijn hoofd? Gewoon een witte vlek? Ik snap dat niet. Hieronder zitten ook een beetje kleintjes. Very apart. Lieve JD, je moet echt van mijn jurk af. Anders wordt hij vies. Deze video afsluiten. Vond je het weer een leuke video? Vergeet vooral geen duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal. En dan zien jullie mij volgende week weer.